En Peter, die houdt dan weer van heel wat muziek. Zeker vast, en ik ben er zeker van bij jou thuis, daar in de huiskamer. Als je regelmatig naar Studio TVL kijkt, dat je zegt van, yep, ze hebben weer een live bandje. En vandaag waren dat de newfools, ze zijn helemaal Limburgs. Van waar komen jullie mannen, zeg het nog eens? Hamond-Achel. Hamond-Achel, iedereen die nu aan het kijken is in Hamond-Achel. Jullie hebben daar een fantastische band, de newfools. En Bob Dylan is een fantastische zanger, maar zij brengen op hele goede wijze een tribute aan Bob Dylan. Wat nummer wordt het? Cats in the Way. Cats in a Whale. Daarmee kunnen we dan deze Studio TVL bijna afronden. Heren, Cats in a Whale, hier zijn de newfools bij Studio TVL. Hamond-Achel, jullie voilà. Krijgen iets. Nou, dit doet ons verschrikkelijk veel plezier. Voilà, dank wel. Hier bij Studio TVL, live muziek. Dank je. Kathleen, kom er even bij. Ik ga ons hierachter zetten, Kathleen. Kathleen, heel fijn dat jij elke woensdag bij ons te gast gaat zijn. Graag gedaan. Je zit nu in de filmbusiness, hè? Ja. Was je vroeger als klein meisje altijd zo iemand die zei van, ik wil naar de film, of hoe is dat gegaan bij je? Eigenlijk heb ik altijd iets met film gehad, ja. Ja? Ja. Inderdaad. Heb je daar iets rond gestudeerd? Of, nee. Nee, gewoon puur interesse voor film gehad. Ja. En wat is jouw taak binnen Kinepolis? Ik organiseer evenementen voor bedrijven voornamelijk. En daarnaast ja,
organiseer ik evenementen naar het grote publiek toe. Maar daarbuiten zeg je, ik ga gewoon regelmatig naar de film, gewoon omdat het mij echt interesseert. Ja. Nou, dan is een beetje van je hobby een beroep gemaakt. Ja, zo is het eigenlijk uiteindelijk wel gegroeid. Ja. Smaakt het, heren? Is dat iets wat jullie nemen? Is dat iets als jullie naar de cinema gaan? Nemen jullie dan popcorn bij de hand om van de film te genieten? Of kan dat ook al eens iets anders zijn? Alleen de vrouw.